Goedendag, ik ben Peter Schaap en ik werk bij Vanik Video Services. Ik ga u laten zien hoe we bij de Elmo K110 de spoelhouders gaan vervangen. Goed, als eerste plaatsen we het tandwiel. Dan plaatsen we het inrichtingsplaatje, waarbij je goed moet opletten dat het tandje vanaf mijn kant gezien naar de rechterkant wijst en zorgen dat hij in de vergrende nok zit. Dan spuiten we wat smeermiddel tussen het bewegende deel. Nu plaatsen we de spoelhouder over het asje schuiven totdat hij stoot en niet verder kan. Dan plaatsen we als laatste het opsluitplaatje. Dat leggen we op het open stuk. Dan doen we de special tools erin klikken. Schuiven we hem eerst naar binnen toe totdat hij goed aan zit. Dan draaien we het plaatje om. En dan duwen we het opsluitplaatje vast. Als laatste plaatsen we dan het opsluitplaatje van de spoelhouder. Dit was de achterste spoelarm. Gaan we nu naar de voorste spoelarm. Pakken we de spoelhouder. Plaatsen we over de as. Totdat hij weer stuit. Dan pakken we weer het opsluitplaatje. En dat duwen we dan weer naar binnen met het special tooltje wat we hebben. Totdat hij klik zegt. Dan kan de afdekplaat eroverheen. Dit is de situatie waarbij de spoelhouders gemonteerd zijn.